Met welke Rambler zijn we vandaag mee te goed? Met Jeroen. Lekker lacherig Jeroen. Yes. Nou, ik ben benieuwd, wat heb je voor ons ontworpen? Ik heb streetwear ontworpen, maar dan met eigenlijk een persoonlijk verhaal erin. En ik heb mijn eigen jeugdverhaal ervoor gebruikt. Eigenlijk, en dat heb ik verwerkt in de kleding eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wat ik ontworpen heb. Ik ben benieuwd, kan je een stukje laten zien? Jazeker. Dit is dus een soort van poncho hoodie. Een beetje een vissers look, maar dat heb ik wel proberen in een streetjasje proberen te steken. Maar ook nog steeds een beetje een soort van club look, want wat ik zelf wil maken is eigenlijk gewoon heel veel clubkleding eigenlijk, festival looks. Dus, en dit staat dan eigenlijk voor een beetje voor een jongen uit de natuur en een beetje donkere jeugd, een beetje gebroken jeugd. En achter op de achterkant zat een plaat, wat eigenlijk gewoon het licht was, wat altijd leuk is geweest in Leersum eigenlijk, waar ik dus vandaan kom. Met mijn straatnaam achterop en dan heb ik eigenlijk hier een soort van, kan je beter zien zo denk ik. Oh, tof. Dus mezelf met een Rolling Stone tongetje, voor de stad een beetje voor seks, druk en rock'n'roll. En dan zeg maar elementen uit Leersum eigenlijk ingetrokken. En dan gaat dan dus de visser, graffiti en vuur zit erin verwerkt dan. En de vriendschap wat ik met mijn vrienden had eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk ook de elementen die ik heb gebruikt voor alle drie de outfits die ik ontworpen had hiervoor. Er hoorde eigenlijk ook nog een broek bij, alleen door de tijd is dat niet meer helemaal gelukt, maar... Het ziet er best wel gaaf uit. Ja. Echt heel leuk eigenlijk. En heb je voor ons nog een... Ik zie een geluid, een beeld. Ja. Een stukje van wel gezien. Dit is dus eigenlijk... ik heb dus een sfeerfilmpje gemaakt van eigenlijk... daar vertel ik mijn verhaal in en waarom ik het voor de kledingstukken zo heb gemaakt. En dat is eigenlijk een klein stukje vanuit mijn jeugdverhaal eigenlijk. En ik heb daar ook gewoon sfeerbeelden van het dorp dus waar ik vandaan kom. En dat is eigenlijk om het nog meer in leven te brengen eigenlijk. Superleuk. Ja. Maar het ziet er best wel heel gaaf uit. Ja. Maar hoe lang zit je eigenlijk bij Rambler? Nu 3 jaar, denk ik. En wat betekent Rambler voor jou eigenlijk? Voor mij, ik kwam uit een best wel moeilijke tijd, zeg maar. En het heeft me echt wel een beetje weer erbovenop geholpen. En ik kwam hier in Amsterdam om eigenlijk gewoon naar de modeacademie te gaan. Oh. Dus en dat heb ik ook gedaan, maar het was heel duur, want het is een particuliere en dat is best wel veel geld. Dus dat kon ik uiteindelijk niet meer betalen. En toen heb ik nog wat kleine dingetjes gedaan. En toen is het een tijd wat slechter gegaan. En toen heb ik het eigenlijk bij Rambler weer opgepakt. En ik heb heel veel vette projectjes mogen doen al. En ik ben nu eigenlijk aan het werken zeg maar, naar een eindcollectie. En daar wil ik dus eigenlijk film, fotografie, styling, alles in één project gooien. Als een soort van eindproject en met een eigen eindcollectie kleding. Van de zomer. Wat zou je nog willen bereiken nog heel graag? Nou, qua Rambler gewoon sowieso dus een hele vette show neerzetten met mijn kleding. En ik hoop daar dan uiteindelijk dus werk in te kunnen vinden uiteindelijk. En daar een leuke baan aan over te kunnen halen. Toch? Yes. Nou, ik wil je hierbij heel erg bedanken Jeroen. Ja. Maar waar kunnen je vinden je toffe ontwerp? Gewoon bij Rambler. Nou, ik zou zeggen, kom naar Rambler, Studio 54, en kom zijn werk checken. Yes.